Volg voor meer foto's over Symbolica en de Efteling, Eftel Times, op Instagram. Yo mensen, tof dat je kijkt naar deze bouwupdate. Dit is de tweede bouwupdate al. Er is niet extreem veel veranderd, maar ik heb gezien dat er een pad is aangelegd. En ja, een soort greppel, een soort van greppel, zoiets, een soort sloot. En ik zou dus zeggen, lekker kijken naar deze bouwupdate van Symbolica. Bouwupdate Symbolica. Oké, mensen, we staan dus zo. Oké, maakt niet uit. We staan hier dus weer bij de schatkist. En vorige keer dachten we, wat de fuck zijn ze hier aan het maken? Maar kijk, ze hebben hier een pad gemaakt. Dus laten we er even overheen lopen. En dan kom je dus hier uit en dan heb je hier zo het pad. En daar staat de schatkist alweer. Maar hebben we hier nog wat? Ja, zandhopen zo, zoals je kan zien. En graafmachines. Die zandhopen zijn dus ook nieuw. En sloot. Ja, die is soort van weg. Dus mooi. Ik weet niet of je het kan zien, maar waar die graafmachine staat, dat is een soort van sloot, greppel, zoiets. Ik weet niet of dat ze daar hebben gemaakt of dat ze daar juist dicht aan het maken zijn, maar ik denk dat ze daar hebben gemaakt. Waarvoor? Ik het niet weten. De pagode is nog steeds dicht. Ik hoop echt dat die nog serieus open gaat. Voordat Pinocchio of Pinocchio, Symbolica natuurlijk, af is. Dus we zullen het zien. Nou mensen, eerst was hier dus een sloot, hè. Nou, die is er dus niet meer. Dat is al één dikke verandering die we ook al hebben gezien. En kijk of dat ik het tussendoor kan filmen. Ja, misschien een beetje. Maar hier liep eerst dat pad. Zeg maar dat je naar Ruigrijk kon. En nou niet meer. Ik sta nou weer op de brug waar de bootjes onderdoor gaan. Maar zoals je kan zien, er zijn heel veel zandhoopbergen bijgebouwd. Of ja, neergestort eigenlijk. En het is wel mooi. Nou mensen, dit was dus de bouwupdate. Ik hoop echt serieus dat de pagode weer open gaat. Want dan kunnen we ook vanaf bovenaf een beetje beelden maken. Dus ik zou zeggen, doe even een like, volg deze serie. En houdoe.